De politie heeft een vrouw opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van supermarkteigenaar Chris Grinwis uit Halsteren. Hij overleed eind vorig jaar. Uit onderzoek blijkt nu dat het geen natuurlijke dood was. De politie hield al langer rekening met een misdrijf en startte een onderzoek. En daarvoor werd ook het lichaam van de man onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Een half jaar voor Grinwis zijn dood overleed zijn vrouw Mia. En ook bij haar dood worden vraagtekens geplaatst. En daarom is haar lichaam in september opgegraven. De uitslag van dat onderzoek is nog niet bekend, maar inmiddels is dus wel duidelijk dat hij geen natuurlijke dood is gestorven. We praten erover door met verslaggever Willem-Jan Jochems. Jij bent in Halsteren. Het houdt de gemoederen daar toch al een tijdje bezig. Wat weet jij van die vrouw die is opgepakt? Ja, de politie heeft eigenlijk niet alleen maar bekend gemaakt vandaag dat ze 62 is, dat ze in Tilburg woont, dat ze dus vanochtend in haar woonplaats is gearresteerd. Maar hier op straat hoor je het eigenlijk iedereen zeggen, ja, al maandenlang is duidelijk dat zij werkte, dat ze een bekende was hiervan, van Chris en van Mia. En dat zij heel vaak dagelijks werd gezien, ook hier op straat. Een bekende dus, een zuster zo wordt ze genoemd, een verpleegster zo wordt ze genoemd, therapeut, dat woord valt eigenlijk ook. Een bekende dus van het slachtoffer en ja, iemand die mogelijk dus iets van een motief heeft gehad om kennelijk dit te doen. Want zij is op dit moment de enige verdachte die hiervoor vastzit. Ja, nou, de politie wil niks zeggen, maar toch als je eventjes gaat nadenken, wat zou er dan gebeurd kunnen zijn? Ja, wat we weten is dat Chris Grinwis op 9 december vorig jaar is overleden. In mei vorig jaar is zijn vrouw overleden, Mia. Al heel kort na de dood van Chris, al een paar dagen eigenlijk voor de uitvaart, is het lichaam in beslag genomen, onderzocht. En toen werd het heel lang stil. 10 maanden lang eigenlijk wisten we tot de dag van vandaag niet wat er aan de hand was. En dat kan erop duiden dus dat ze heel moeilijk bewijsmateriaal konden vinden. Dat het misschien een vergiftiging is of iets dergelijks. En dat ze daaraan zitten te denken. En ja, dat ook bij Mia daaraan wordt gedacht. En dat zou kunnen betekenen dat we nu in ieder geval een zekere moordzaak hebben. Maar dat het uiteindelijk misschien zelfs een dubbele moord zou kunnen worden. Als ook bij Mia duidelijk is dat zij op niet natuurlijke wijze om het leven is gekomen. Maar goed, dat moet uiteindelijk het onderzoek uitwijzen. Dankjewel, Willem-Jan Jochems vanuit Halsteren.